Welkom allemaal. In de nieuwe financiële module is ervoor gekozen om te gaan werken met een daginvoer, zodat gemakkelijk alles op dezelfde plek kan worden ingevoerd. In dit filmpje gaan we verder toelichten hoe de daginvoer werkt. We openen de daginvoer, nummer 1 in het menu. Zodra de daginvoer is geopend, komen we gelijk in het invoerscherm. Linksbovenaan kunnen we zien welk dagboek er momenteel is geopend. Nummer 1, de inkoopfacturen. Als we hierop klikken, zien we gelijk alle actieve dagboeken. Zo kunt u gemakkelijk bijvoorbeeld van bankboek naar kasboek overstappen. In dit geval openen we nummer 2, de bedrijfsrekening. Onder het dagboek zien we nu het bankrekeningnummer staan. U kunt zo nog even controleren of u zo op het juiste bankboek gaat inboeken. Daarnaast zien we het huidige boekjaar. In dit geval is boekjaar 2019 geopend en loopt het boekjaar van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Mocht u een My boekhouding hebben, kunt u dat hier dus ook terugzien. Als we op het boekjaar klikken, zien we ook die voorgaande jaren nog terug en kunt u dus gemakkelijk nog terugzien wat er toen is ingeboekt. Aan de rechterkant zien we het beginsaldo en het eindsaldo van het huidige boekjaar. Onderin kunt u op de knop Eigenschappen klikken. Hier kunt u ervoor kiezen welke kolommen u wilt tonen of verbergen. Mocht u de kostenplaats en de hoeveelheid bijvoorbeeld niet invoeren, kunt u deze hier uitvinken. Daarnaast is er de optie om de knop Factuurdatum te tonen of te verbergen. In dit geval tonen we de knop Factuurdatum. Belangrijk is als u hier in de eigenschappen iets wijzigt, dat u de instellingen opslaat en vervolgens met OK de eigenschappen weer sluit. We zien nu gelijk in het invoerscherm dat de kostenplaats en de hoeveelheid uit de invoer is gehaald. Deze hoeft u dus nu niet meer in te voeren. Afhankelijk van hoe u gewend bent om in te voeren, kunt u dus nog steeds invoeren met de koppeling internetbankieren ofwel de boekingen handmatig invoeren. In dit geval gaan we ze handmatig invoeren. Kiest het juiste rekeningnummer, bijvoorbeeld het strooisel, we gaan het zaagsel inboeken. Het pakket geeft direct de btw-categorie aan, 21%, en geeft gelijk aan dat het een uitgave is. Mocht het toevallig nou geen uitgave zijn, kunt u het hier altijd nog wijzigen naar inkomsten. Vervolgens gaan we met enter verder. Vult u het bedrag in exclusief btw, in dit geval bijvoorbeeld 635 euro. Klikken op enter. Het pakket rekent gelijk de btw-hoeveelheid uit en het totale bedrag. Aan het einde van de regel zien we nu een geel lampje. Dit betekent dat de boeking nog niet volledig is ingevuld. Als we nu verder enteren, zien we dat er een groen vinkje achter de boeking komt. Dit betekent dat de boeking correct is ingevoerd. Mocht u tijdens het boeken plots toch iets anders moeten doen, kunt u altijd het pakket sluiten. Het programma onthoudt dan de boekingen. Als we nu de daginvoer weer opnieuw openen, we kiezen de bedrijfsrekening, zien we hier gelijk de vorige boeking van het strooisel nog staan. Op het moment dat alle boekingen correct zijn ingevoerd, kunt u onderaan op de knop Verwerken klikken. De boeking is nu succesvol verwerkt. Mocht er toch iets per ongeluk niet goed zijn gegaan met de boeking, kunt u altijd alle boekingen terugvinden in de historie. U zoekt de juiste boeking op. Bijvoorbeeld de boeking die we net hebben gedaan, strooisel, we vinken hem aan en we zien hem hier gelijk terug. U kunt nu het bedrag aanpassen of bijvoorbeeld de btw-categorie, mocht deze niet correct zijn. Op het moment dat u het heeft gewijzigd, bijvoorbeeld we wijzigen de btw-categorie, het programma past het bedrag aan en we klikken alsnog weer op de regel verwerken en de boeking zit er weer succesvol verwerkt in. Dit was in het kort hoe de daginvoer werkt. Daarnaast zijn er nog meer filmpjes over de nieuwe financiële module. Hier kunt u bijvoorbeeld terugvinden hoe het splitsen van een rekening werkt of hoe u de koppeling met internetbankieren kunt gebruiken. Mocht u daarnaast nog vragen hebben, kunt u gerust contact opnemen met de helpdesk.